Mijn blush die komt weer veel te fel over op camera. Zoals gewoonlijk. Mijn camera houdt dus echt niet van blush, want dat wordt zo... Maar goed, in het echt ziet het er niet zo fel uit. Hallo allemaal, ik heb vandaag voor jullie een super leuke tag om te doen. En deze tag heb ik helemaal te danken aan Sarah van Saradise. Dat is een blog, een heel erg toffe, mooie, verzorgde blog. Zij blogt niet elke dag, het is meer zo echt een hobby als van haar. Zo 1 of 2 keer per week denk ik een artikeltje, ik weet het niet hoeveel. Maar het is in ieder geval zeker de moeite om te gaan kijken. Ik zet haar link uiteraard hieronder. Dus ga allemaal eens naar die blog kijken, like het. Of hoe doe je dat met zo'n blog, dat weet ik nu niet. Maar in ieder geval laat een commentje achter. Doe ermee wat je wilt, positief uiteraard. En wij gaan nu beginnen met de tag. De 7 hoofdzonden tag. Dus wel interessant om eens bij stil te staan. De eerste hoofdzonde is lust. En bij elke hoofdzonde hoort natuurlijk een vraag die verband houdt met beauty. En de vraag voor lust is... Welk luxe beauty item staat het hoogste op jouw verlanglijstje? Wel, dat is voor mij de Clarisonic. Dat is eigenlijk zo'n apparaat om je huid mee te reinigen. Dat maakt trillende bewegingen en zou echt heel veel wonderen doen voor je huid. Dus dat is echt wel één die al een tijdje op mijn verlanglijstje staat. Wat staat nog op mijn verlanglijstje? Het Pro Palette van Lorac. Een Amerikaans merk, of toch een merk dat ze Amerikaanse YouTubers veel gebruiken. Heel mooi palet met 1 rij matte kleurtjes en 1 rij glanzende kleurtjes. Ook wat neutral-achtig, maar ook wel met een paar kleuren tussen. Dus daar heb ik ook al heel lang mijn oog op laten vallen. Maar ik vrees dat dat niet meer te koop is of dat het toch moeilijk is om nu nog aan te geraken. Volgende hoofdzonde is gulzigheid. Ook iets waar ik wel met momenten van kan meespreken. En de vraag die daarbij hoort is: welk merk van make-up komt het meeste voor in jouw stash? En geen verrassing misschien, maar dat is MAC. Ik ben een hele grote fan van MAC. Ook omdat ik het voor mezelf kan gebruiken. Daarvoor is het nog net niet te duur. Maar ook omdat ik het voor mijn werk kan gebruiken, omdat het wel een professioneler merk is. Dus vandaar MAC. De volgende op het lijstje is hebzucht. Welk beauty item is het duurste in jouw stash? En dan heb ik toch even moeten gaan nadenken. Ik ben niet iemand die heel erg veel overdreven dure make-up producten koopt, omdat ik niet altijd vind dat dat de prijs waard is. Maar ik heb toch 2 dingen om aan jullie te laten zien. Het eerste is mijn Inglot palet, of toch mijn 3 Inglot paletten. Ik heb er 3. En ik tel ze nu als 1, omdat ze altijd samen zitten, tel ik ze nu als 1. Elk palet komt minstens neer op een €50, give or take. Ik weet de exacte prijs niet, het kan zijn dat het zelfs duurder is. Maar toch minimum €50, dus als we €50 rekenen, dan spreken we hier al over €150. Wat vind ik toch wel al een grote investering is. Dus daarom mijn Inglot paletten samen dan als duurste item. Maar als jullie vinden dat dat niet telt, omdat dat 3 paletten zijn, dan heb ik nog deze Touche Éclat Foundation van Yves Saint Laurent. Deze kost €42. Best wel prijzig voor een foundation, maar ik vind het dubbel en dik waard. Dus dat is deze foundation. Dan de volgende hoofdzonde is luiheid of gemakzucht. En daarbij past de vraag, welk product durf je te vergeten uit luiheid? Oogcreme. Ja, ik weet het heel slecht om dat te vergeten. Maar ik doe het gewoon echt dikwijls niet. En dan denk je achteraf, oh, ik had het toch beter gedaan. Maar ja, oogcreme is zoiets dat ik eigenlijk altijd vergeet. En ik moet er echt beter op letten om het wel altijd aan te doen. Jaloezie. Welke producten staan fantastisch op anderen en op jezelf trekt het op niets? Bij mij is dat zo donkere kleuren aan de binnenkant van mijn ogen aanbrengen. Dus ook bijvoorbeeld een potloodlijntje helemaal naar binnen toe gebruiken. Of gewoon zelfs met een zwart koolpotloodje echt heel mijn oog van binnen
line. En daar sta ik echt niet mee. Dan krijg ik van die minuscule kleine oogjes. Ik denk wel dat dat ook iets is waar heel veel mensen niet super mee staan. En dat het maar een paar mensen zijn die dat daar wel heel mooi mee wegkomen. Maar dat is echt iets dat bij mij niet mooi is. Ook als ik bijvoorbeeld iets van kleur aanbreng. Zelfs als, al is het een lichtblauw of een geel. Aan de binnenkant van mijn ogen, dat staat mij niet zo heel goed. Dan de volgende is woede. En welk beautyproduct heb je een haat-liefde verhouding mee? En dat is voor mij, ja, voor velen gaat dat niet het geval zijn, maar voor mij is dat compact poeders of poederproducten voor het gezicht. Ik heb een vrij droge huid, dus ik doe er ook 's morgens alles aan om zoveel mogelijk te hydrateren. Ik gebruik een gezichtsolie, zodanig dat mijn huid ook echt wel er een beetje glowy en een beetje gezond uitziet. Maar dus 's morgens kan dat, als ik dan mijn make-up aangebracht heb, soms net dat ietsje te veel glanzend zijn. En dan denk ik, oh weet je wat, ik gebruik een beetje poeder, toep toep toep, ziet er heel goed uit, ziet er perfect uit, ik ga de deur uit. Maar in de loop van de dag gaat mijn huid dan al die hydraterende dingen dat ik ervoor heb opgesmeerd helemaal absorberen. En dan ziet echt mijn huid er heel cakey, heel droog uit van de poeder. En dat is echt gewoon niet mooi. Dus daarom dat ik er een beetje een liefde-haat verhouding mee heb. 'S morgens vind ik het heel fijn. Ook als ik film doe ik altijd een klein beetje poeder aan. Nu vandaag niet. Maar goed, soms doe ik dat wel. En dan ziet het er, als ik het pas aangebracht heb, heel goed uit. Maar als ik dan in de loop van de dag alles ben gaan doen en mijn huid heeft gewoon alle vocht opgenomen, dan ziet het er gewoon echt en accentueert het mijn rimpels. En ik heb echt al verschillende poeders gebruikt. Er zijn nog een aantal op mijn lijstje die ik graag zou willen testen of gebruiken om te zien of dat die misschien dat niet veroorzaken. Maar dat is mijn haat-liefde verhouding. En dan de laatste, nummer 7, trots of ijdelheid. Welk beautyproduct zorgt ervoor dat je helemaal super voelt of helemaal beter voelt stralen? En dat is voor mij absoluut highlighter. Ik ben een hele grote highlighter fan. Ik vind dat mijn gezicht doet tot leven komen. Geeft het wat een glow, ziet er stralend uit. Als ik dat aan heb, dan kan ik mij zo echt helemaal afvoelen. Maar nog een product die de meeste misschien ook wel zullen kiezen, dat is mascara. Als ik mijn wimpers heb gedaan, dan pas is voor mij echt een look af. Dit is echt een onmisbaar item in mijn make-up routine. Eender wat ik doe, mascara zit erbij. Zo, en dit waren de vragen van de 7 Sins of Beauty Tag. Ofwel de 7 hoofdzonden van Beauty Tag. Je mag kiezen hoe je hem noemt. Uiteraard ga ik ook een aantal mensen taggen. De eerste die ik zeker ga taggen is Kellyke. Dus Kelly van het kanaal Kellytje. Of Kellyke eigenlijk. En dan Birgit van Beauty by Birgit. Die tag ik natuurlijk ook. Fien van Fien Beauty. Die moet natuurlijk deze tag ook helemaal doen. Margo van Beauty BE. Die moet natuurlijk ook de tag absoluut doen. Hannelore van de Fashion and Makeup Corner. Die moet ook de tag doen. Dress and Daisies, ik ken haar voornaam niet. Sorry, heel lief, mooi schattig meisje. Of dame zal ik eerder zeggen. Met kort blond haar. Dus Dress and Daisies moet deze tag zeker ook doen. Curls and Bags, jij mag die tag ook doen. Jouw naam ken ik ook niet. Maar please, doe de tag ook. Wie kan ik nog taggen? Ik hoop echt dat ik niemand vergeten ben, want dat zou heel erg zijn. Ik weet het. Lady Blueberry. Hanne, denk ik. Hanne. Zij moet zeker ook deze tagvideo doen. Wie moet ik zeker nog taggen? Kortom, iedereen die deze tag wil doen, ook al heb ik je niet vernoemd, je mag absoluut zeker een commentje achterlaten als je die tag gedaan hebt. Dan ga ik sowieso naar jouw tag kijken. Bedankt voor het kijken. Bedankt nogmaals aan Sarah of Saradise. Haar blog vind je ook hieronder. Ga daar zeker eens naartoe. Bedankt voor het kijken en zoals gewoonlijk tot een volgende video. Bye!